goed dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Tony Kok en we gaan vandaag weer die fucking Fudge Champions pakketjes openmaken. We zijn 6e van de wereld geëindigd, dus we hebben Ultimate Team van de Week pakket. Dus er is niet zo'n heel goede Team van de Week, maar alsnog wel Willian. En Willian zou ik wel heel graag willen packen. Ook Lukaku zou ik wel heel graag willen packen. Die verkopen volgens mij allebei wel goed. Dus ik ben benieuwd, zoals je hier ook ziet. 16e van de wereld, echt super goed voor de Champions Weekend League. Ik had 39 wins en 1 verloren, helaas die 1 verloren. Ik had eigenlijk weer verwacht dat ik 40-0 zou gaan. Ik speelde echt heel goed, ik speelde echt helemaal mijn spelletje. En alleen helaas hebben we alsnog die 1 verloren. Maar, dat is nog niet verkeerd. We hebben in ieder geval de Ultimate Team of the Week pakket. Hier kan je hem zien volgens mij, ja, Ultimate Team van de Week pakket. We gaan eerst natuurlijk die Jumbo zelfs al een spelletje, pakketjes openmaken. En hopelijk packen we minimaal een walkout. Ik wil eigenlijk minimaal een walkout. Dat zou super chill zijn. Oh, ik krijg ook nog 150k coins. Dus niet verkeerd. Ik heb nu bijna 600k. Dat is super chill. Ik denk dat we na deze pakketjes sowieso wel 600k eruit hebben. Ik bedoel bij elkaar dan voor mijn coins. Maar het zou super chill zijn. We gaan gewoon meteen beginnen. We gaan gewoon meteen de eerste pakket openmaken. Want we hebben er in totaal 5. En hopelijk packen we iets goeds. Hopelijk minimaal een walkout. Ik wil gewoon minimaal een walkout. Dat is gewoon mijn doelstelling. Dat zou wel chill zijn. Nee, niet meteen de balkan. Het zou wel wat wezen. Meteen de balkan. Wel een grote flare. Dat is niet verkeerd. Koscielny. Nee, Varane. Varane die verkoopt wel. Varane dat verkoopt wel volgens mij. Ik denk 5, 6, 7k. Varane, even kijken. 6k. Nou. Doen iets onder de 6k. Hoppakee. Die is weg. Voor de rest zie ik niet echt iets wat je zegt. Geweldig. Dembele. Batshuayi. Nou, Dembele zal wel misschien voor iets gaan, maar ik denk niet heel veel. Ik ga de rest gewoon even snel allemaal naar mijn clubje sturen. En dan gaan we gewoon meteen door. Naar pack nummer 2. Let's go walkout. Nee, geen walkout. Kon het proberen dat we zelfs wel walkout zouden schreeuwen. Dat we dan een walkout zouden krijgen. Oh, dat is echt heel, dat is heel kak. Dat is echt heel kak. Oscar, Nolito, Pedro. Nani is niet verkeerd. En Zonzi, Koeman zal wel verkopen nog. Ik denk 1k of zo. En hier ook allemaal shitties. Allemaal shitties. Gaan we ook gewoon doorsturen. Yes, dan gaan we alles naar de club sturen. En dan gaan we snel door naar het volgende pakketje. Deze gaan we gewoon allemaal verkopen. Of zal Lucas voor iets gaan? Oh, Lucas gaat nog wel voor iets. Doe gewoon 2k. Hoppakee, weg Lucas. Kampel zal niet voor iets gaan. Maar nee, zal wel voor iets gaan, denk ik. Maar nee, die kan wel. Ja, dat is geld. Dat is geld. 3k denk ik. Iets meer onder 1800. Zal je snel verkopen. De rest verkopen we gewoon. Huppakee, weg ermee. Weg ermee. En dan gaan we snel door naar het volgende pakketje. Pakketje nummer 3. Dit wordt een neuspack. We gaan gewoon een neuspackje doen. Hopelijk gaat het lukken. Ja! Neuspack werkt! Neuspack werkt! Oh mijn god, wat krijgen we? Wat krijgen we? Het is een Italiaan? Bonucci dan? Oh, Buffon! Oh shit, Buffon is helemaal niet verkeerd! Holy shit, dat is een prima pack! Holy shit! Buffon in de building! Holy shit! Neuspack werkt! Holy shit! Oh, wat ziek! Wat hebben we nog meer? Voor de rest hebben we niet heel veel. Maar in ieder geval. fucking Buffon. Fucking Buffon. Maar oh my god, we hebben gewoon fucking Buffon gepakt. Oh, 47k man. Wow, Buffon is fucking goedkoop. Alsnog 30k. Buffon is fucking goedkoop. Zou ik gewoon voor 30k listen, hoppakee. Aspilicueta is ook wel goed. Banega, ik weet niet of dat verkoopt, Banega. Oh, toch wel 4k. Ik list gewoon al snel, even snel erop hoor jongens. Aspilicueta, die zou ook wel voor iets gaan, even kijken. Oh, Aspilicueta 6k. Holy shit. Gewoon hoppakee, erop. Hopelijk verkoopt het. En de rest zal niet voor heel veel gaan. Mangala misschien. Nee, dat vind ik niet waard. Oh, Buffon is al meteen verkocht. Lekker hoor. Tonurama. Nee, de rest gaan we allemaal snel verkopen denk ik. Bellarabi zie ik ook niet voor heel veel geld gaan. Dus, gaan we snel door. Dus, gaan we snel door naar pack nummer fucking 3.
Oké, nu gaan we. Wat voor pack gaan we doen? Kan dat een oorpack? Wacht. Nee, een oorpack gaat niet, man. Een kinpack. Nee, een kinpack werkt dus niet. Alleen neuspacken werken. Oh, wat een grote flap! Oh, company. Oh, holy shit. Ik heb echt goede packs, man. Holy shit. Holy shit. Vertong ook erbij? Holy shit. De twee Belgen. Mijn favoriete Belgen. Ah, dat is bijna even duur als Buffon. Holy shit. Ik denk 24k. Nou, ik doe gewoon 22, huppakee. Vertongen zou ook wel voor iets gaan. Wim Mangala heb ik. Oh, Vertongen gaat voor heel weinig. Nou, dan hou ik Vertongen gewoon, huppakee. Schneiderlin, Shaqiri zou voor iets gaan. Zou wel gewoon even drop pompen, huppakee, weg Shaqiri. Voor de rest is het niet heel best. Maar alsnog, company is echt niet verkeerd, man. 13k weer erbij, lekker hoor. Nu, het ultimate team van de week pakket. Hopelijk op Willian of Lukaku. Dat zou gewoon super chill zijn. Misschien Fabregas. Fabregas zou wel oké. Hopen, let's fucking go, boy. Oh, weet je wat, dat doen we in een neuspack. Misschien hebben we dan weer geluk. Ja, we hebben weer geluk. Dit moet Fabregas wezen. Dit moet Fabregas wezen. We hebben weer geluk. De neuspack is ook OP. Neuspack is OP. Fabregas in the building. Komt er maar. Ja, Fabregas in the building. Twee nosepacks. Twee walkouts. Oh my god. Holy shit. Oké. Lekker Fabregas met die armpjes over elkaar. Wil je hopelijk op Willian ook? Oh, Lukaku. Ja, Lukaku. Geen Willian. Oh, dat is wel jammer. Geen Willian. Maar 387 spelers, hè? Kane ook nog. 387. Oh my god. Dit is fucking ziek. Dit is fucking ziek. En we hebben een tripper. Oh my god, die neuspacks zijn OP! Hoeveel gaat Lukaku? Oh, gaat voor 1 mil. Wow. Lukaku gaat voor veel, man. En Fabregas? Fabregas wil ik sowieso niet. Fabregas 130k. Doen we hem voor 150. Weet ik zeker dat hij voor het max verkoopt. En Kane? Oh, Keynes' schot is 90, man. 127, 126. Even kijken, doe ik voor 130. Weet ik zeker dat hij goed gaat. Schmiegel, kan dat ook nog? Schmiegel is 50k. Schmiegel gaan we toch niet houden. Oh, ze staat zijn wel ziek, of van Schmiegel, hoor. Milne. Oeh, Milner. Oh, Milner fucking veel, man. Ik had echt verwacht een paar kamer of zo. Wist ik hem voor 80, dan zouden we het wel goed verkopen, denk ik. Baines hebben we ook nog. Ellie hebben we. Oh, ik zweer. Dit is echt, denk ik, een van mijn beste packs, man. Dit is echt een van mijn beste packs. Vooral die neuspacks, jongen. Die neuspacks zijn fucking OP. Dat is echt niet normaal. Ellie. Oh, Ellie heeft ook nog best wel aardig prijs. Laat ik zeggen 70k. 70k is een goede prijs voor Ellie. Leuke foto van hem. Gray. Wow, Gray gaat voor veel, man. Wow, komt dat zo snel uit, denk ik. Weet je wat, dan list ik hem gewoon voor 100k. Dan zal dat wel goed wezen. De tripper zal niet voor veel gaan. Alsnog 26k. Die list ik gewoon erop. De andere list ik ook gewoon erop. Die zou allemaal niet zo voor veel gaan in ieder geval. Maar oh mijn god, wat een packs. Wat een packs. Ik heb deze week echt de ziekste pack luck, man. Echt de ziekste pack luck. Echt fucking ziek. Ik heb nooit pack luck. Maar nu deze pack. Oh mijn god, deze packs bedoel ik zelfs. Oh mijn god. Ik heb volgens mij zelfs al wat verkocht. Ik ga gewoon nog even laten zien. Ja, Kane is al verkocht van 130. Smigo is verkocht. Oh, die is ook allemaal verkocht. Dan hebben we nog de rest. Oh mijn god, wat een pekelijk, wat een pekelijk. Nou, in ieder geval boys, allemaal super bedankt voor het kijken. Twee keer gewoon bedankt voor het kijken allemaal. Echt, drop nog even dat lekker blauwe duimpje omhoog voor de super nose packs. En subscribe natuurlijk nog even op het channeltje. En hopelijk halen we deze maand de 1000 subbies. Dat zou super chill zijn, super vet. Dus subscribe nog even als je wat lol wil geven. Echt fucking ziek. Boys, allemaal bedankt voor het kijken.
ga jullie weer bij de volgende fucking video zien. Peace!